Dus vertel eens wat over jezelf. Mijn naam is Fred. Ik zit alweer 18 jaar in dienst bij de politie. Elke ochtend vroeg op. En waar zijn we nu dan? En nu zijn we in de CB18 volgens de... En waarom? CB18 is wat wij noemen een mindere buurt, zeg maar. Goedemorgen. Het ziet er allemaal onschuldigheid in het begin, maar gelukkig heeft het systeem. Dat geeft duidelijk aan wanneer we in een buurt zitten die gevaarlijker is. Goed, CB18 dames en heren. Ja, we kunnen even naar buiten gaan. Ja, oké. Jullie werken met een nieuw systeem, toch? Ja, wij werken met CAS. Dat is het criminaliteitsanticipatiesysteem. Dat voorspelt criminaliteit. Hoe werkt dat? Goed. Hoe dan? Het werkt met algoritmes, patroon, kansberekeningen natuurlijk. En criminaliteitsherkenning, zeg maar, dat staat dan hierop. En dan hier zie je dan 47. En nog een paar cijfers. En die kun je dan in toetsen. Ja, zie je het al. Het is een van die patronen, zie je? Ja, dat is... Heb je nog iets verdachts gezien? Nee. Ja, nee. En waar zijn we nu dan? We zijn nu in het groene vakje. Dus B51, zeg maar, volgens het ding. Komen niet meer zo vaak, want ja, berekeningen hebben er eenmaal aangetoond dat het ook niet meer hoeft. We gaan natuurlijk veel liever controleren in de risicogebieden. En om de veiligheid van onze burgers te waarborgen, ja, moeten we veel efficiënter werken. Dat willen ook de hoofdinspecteur natuurlijk. Dus laten we snel teruggaan naar die wijken. Boeven vangen.